Het Katarina ziekenhuis in Eindhoven heeft een drukke Oud en nieuw achter de rug. Op de eerste hulp zijn 18 vuurwerkslachtoffers binnengebracht. Drie van hen hadden oogletsel. Ook zijn er twee mensen met een alcoholvergiftiging opgenomen, waarvan er één minderjarig was. Een stuk rustiger was het in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Daar werd slechts één persoon binnengebracht met vuurwerkletsel. Er werd wel een minderjarig meisje opgenomen met een alcoholvergiftiging tijdens Oud en nieuw. In het Sint-Anna ziekenhuis in Gelderop werden acht mensen binnengebracht. Vijf met een alcoholvergiftiging, waarvan twee minderjarig. En drie mensen moesten naar de eerste hulp vanwege vuurwerkletsel. Volgens het Sint-Anna ziekenhuis zijn de cijfers vergelijkbaar met voorgaande jaren.